Welkom aan alle tweelingen. Welkom voor jullie maandelijkse horoscoop voor tekentweelingen voor april 2015. Het is terug eclipsenmaand en deze keer gaat het om een maaneclips. En een maaneclips, de 4e april, maar het is gans de maand dat die eclips gevoeld wordt. En voor het bevindt zich in, even nadenken, jullie zijn tweelingen, maar het bevindt zich in weegschaal. En weegschaal is ook een luchtteken, net als jij. Vandaar dat de eclips, in het algemeen natuurlijk, een positieve invloed kan geven voor de tweelingen. Natuurlijk, de maaneclipsen, dus de maaneclips is als de zon, eigenlijk is het terwijl dat het volle maan is, de zon staat in een oppositie met de maan. En de betekenis daarachter in de astrologie is altijd klaarheid en meer bewustzijn. Nu, soms zorgt meer bewustzijn voor dat je geforceerd wordt om bepaalde dingen te zien. En dat je niet anders kan. En dat kan positief zijn. Natuurlijk is het altijd positief, maar dat wordt niet altijd als positief gezien. Omdat mensen soms weglopen van de waarheid. Nu, voor jullie tweelingen denk ik dat het eerder positief is, omdat het, zoals ik al zei, weegschaal is zeer positief ten opzichte van tweelingen. En in welk stukje van de horoscoop bevindt het zich? Er zijn 12 stukken van de horoscoop. Het bevindt zich in het 5e huis. Dat is ook een van de leukste huizen. En wat wil dat zeggen? Het 5e huis zijn een aantal dingen. Dus het kunnen verschillende dingen zijn. Ten eerste is het 5e huis kinderen. Ofwel romantiek. Ofwel, in het meest in het algemeen, uw hobby's of uw manier van zelfexpressie. Dus daar zijn er dingen die tot een climax komen, die tot meer inzicht komen. Dus het kan bijvoorbeeld zijn dat er bepaalde dingen tot een climax komen omtrent je kinderen. Dat je bepaalde dingen begint te zien of dat die nu heel duidelijk worden. En daardoor ga je dan in de toekomst een aantal acties veranderen of bijsturen. Het kan ook zijn dat je een bepaalde hobby die je deed, die je helemaal niet leuk vindt. En dat komt nu ineens je komt ineens tot het inzicht van, maar eigenlijk wat ben ik hier aan het doen? Of het omgekeerde, dat je zegt van, die hobby, ik ga er mijn werk van maken bijvoorbeeld. Dus het is heel moeilijk te zeggen, in wat voor, dat is heel persoonlijk, in wat voor richting het gaat lopen. Maar in ieder geval gaat het grote inzichten geven. En dat is natuurlijk het belangrijkste op die bepaalde gebieden. Dus profiteer ervan, als je naar inzichten zoekt, omtrent die bepaalde zaken, dat je, als je die inzichten hebt verkregen, dat je op een zo goed mogelijke manier daarna je handelingen probeert te stellen. Die heel goed in lijn zijn met dat inzicht. Het is een heel interessante maand voor de tweelingen. Maar nogmaals, het is een maand waarin dat vooral jouw expressie, jouw eigenheid, jouw individualiteit, wat ook het 5e huis is, enorm naar boven komt. Dus luister wat naar jezelf, wat er allemaal opborrelt. En loop er niet van weg. Voilà, dat was het voor de tweeling. Bedankt voor het kijken en ik zie je terug volgende maand. Dag!